Dit is een parametervergelijking van een vlak door de oorsprong in een driedimensionale ruimte. Elk punt van het vlak wordt bekomen als een lineaire combinatie van deze vectoren. Dit is een uitschuifkraan. Geen realistisch model, maar hij helpt ons om lineaire combinaties in beeld te brengen. Elke arm heeft een vaste richting. Deze vector bepaalt de richting van de eerste arm, deze de richting van de tweede. Dit is een concreet getallenvoorbeeld. Maar in principe kan het gaan om willekeurige vectoren. Voorlopig sluiten we de nulvector uit en ook het geval met beide armen in elkaars verlengde. Door de schaalfactoren u en v in te stellen, maken we de armen langer of korter. De twee armen samen beschrijven de opeenvolgende stappen van de vectorsom. Het eindpunt van de kraan bereikt zo elk punt in een oneindig vlak. Voor de kraan vraagt dat een beetje verbeelding, omdat we ook negatieve waarden van u en v moeten toelaten. Maar we kunnen de voorstelling ook wiskundiger houden, op deze manier of met een parallelogram als voorstelling van de vectorsom. Dit is een parametervergelijking van een evenwijdig vlak door het punt PQR, alsof we onze kraan naar dit punt verschoven hebben. Een punt in een vlak heeft twee vrijheidsgraden. De schuifknoppen U en V geven dit weer. Als ABC en DEF in elkaars verlengde liggen, of als een van beide de nulvector is, bereiken we slechts een rechte. Men zegt dat ABC en DEF lineair afhankelijk zijn. De kraan zelf heeft nog steeds twee vrijheidsgraden, maar de ligging van het eindpunt bevat maar één vrijheidsgraad. Elke eindpositie kan op meerdere manieren bereikt worden. Straks gaan we hier dieper op in. Deze kraan met één arm beschrijft de rechte economischer. Dit is de parametervergelijking van een rechte door de oorsprong. Deze kraan staat opgesteld in de tweedimensionale ruimte, een vlak dus, met alle vectoren beschreven door twee getallen. En dit is de parametervergelijking van een rechte in dat vlak. Dit is een kraan met drie armen. Hij bereikt elk punt in de driedimensionale ruimte. De nieuwe kraanarm voegt een vrijheidsgraad toe, tenzij de nieuwe arm geen nieuwe richting oplevert. De derde arm van deze kraan is een lineaire combinatie van de eerste twee armen. De drie armen bereiken slechts een vlak en elk punt kan op meerdere manieren bereikt worden. De richtingsvectoren zijn lineair afhankelijk. Ook de oorsprong kan op meerdere manieren bereikt worden. Voor een kraan met lineair onafhankelijke richtingen kan dit enkel met alle schuifknoppen op nul. Formele definities van lineaire afhankelijkheid zijn meestal gebaseerd op deze eigenschap. Parametervergelijkingen of parametrisaties. Beschrijven een verzameling punten op een constructieve manier. Door met de parameters te spelen, bereiken we alle punten. Cartesiaanse vergelijkingen van rechten en vlakken gaan niet constructief, maar restrictief te werk. We vertrekken van de hele twee- of drie-dimensionale ruimte en leggen voorwaarden op. Dit is de Cartesiaanse vergelijking van een rechte door de oorsprong in een tweedimensionale ruimte. Al moeten we dit geval wel uitsluiten. Dit is de cartesiaanse vergelijking van een vlak door de oorsprong in een driedimensionale ruimte. Vergelijkingen van deze vorm worden lineaire vergelijkingen genoemd. Dit is de cartesiaanse vergelijking van een rechte door de oorsprong. Cartesiaanse vergelijkingen stellen voorwaarden aan een punt. Een bijkomende voorwaarde neemt meestal één vrijheidsgraad weg. Een punt in 3-dimensies heeft drie vrijheidsgraden. Deze vergelijking Neemt er één weg en beperkt het punt tot een vlak door de oorsprong. Deze vergelijking bepaalt een tweede vlak, en de twee voorwaarden samen beperken het punt tot deze rechte door de oorsprong. Met deze vergelijking erbij voldoet enkel nog de oorsprong aan alle voorwaarden. Lineaire afhankelijkheid van de voorwaarden kan wel voor uitzonderingen zorgen. In dit voorbeeld is de tweede vergelijking een veelvoud van de eerste. Hij beschrijft hetzelfde vlak en zegt niets nieuws over het punt xyz. In dit voorbeeld is de derde vergelijking een lineaire combinatie van de eerste twee. Ook deze vergelijking zegt niets nieuws. Hij bepaalt wel een nieuw vlak, maar de snijlijn van de eerste twee vlakken ligt erin vervat. En wat met vlakken die niet door de oorsprong gaan? Deze vergelijking beschrijft een vlak door de oorsprong. Deze vergelijking beschrijft een evenwijdig vlak door het punt GHI. We kunnen de vergelijking ook zo herschrijven. Alle vergelijkingen van deze vorm bepalen evenwijdige vlakken. Het verhaal van de vrijheidsgraden blijft nagenoeg hetzelfde. Een bijkomende vergelijking neemt een vrijheidsgraad weg, tenzij hij niets nieuws zegt. En toch doet zich een nieuwe mogelijkheid voor. Een bijkomende vergelijking kan alle vrijheid wegnemen. Deze twee vergelijkingen bepalen hetzelfde vlak door de oorsprong, maar op deze manier verschoven hebben ze geen doorsneden meer? Deze drie vergelijkingen hebben een gemeenschappelijke snijlijn door de oorsprong, maar op deze manier verschoven is er geen snijlijn meer. Het concept vrijheidsgraden mag dan al een beetje rammelen. Wanneer alles lineair is, zijn de uitzonderingen netjes te vatten. Het sleutelbegrip is lineaire afhankelijkheid. Details zijn voor de cursus algebra.